Annemieke en Aaron Elstak. Zetje? Ja, ja. Getrouwd. Zetje. Getrouwd. Ja. Gezetje. Ja. En samen, ja, hoe noem je dat dan? Artistiek leider. Oprichters. Annemieke is de artistieke leiding van de theatergroep. Ja. En ik ben muzikaal leider en acteur. Mangrove. Ja. Ja. Oké, wat maken jullie? Wat doen jullie? Wij maken klassiekers voor jong en oud. En we zijn eigenlijk begonnen met klassieke stukken voor jongeren te maken. En daarmee toeren we door het hele land. Want we willen heel graag een jongeren laten zien dat toneel helemaal niet saai is. En heel spannend kan zijn. Dus we maken die klassiekers eigenlijk zodat zij het ook tof gaan vinden. Een beetje Netflix-stijl. Tof. En wat voor klassiekers hebben jullie al onder handen genomen? De afgelopen jaren hebben we Fakes gemaakt. Naar de Temmen van de Fakes van Shakespeare. Momenteel, of nou ja, niet op dit moment, maar tot de lockdown toerden we door het land met naar Antigone. Ja. En wat hebben we nog meer gedaan? Atalanta natuurlijk. En volgend seizoen komen we hopelijk uit met Wraak naar Elektra. Ja. Wauw. Ja. Wauw. Hey, en hoe reageert de jeugd op jullie... Op jullie stukken, verander je er veel aan? Haal je veel? Hoe maak je dat dan toegankelijk voor jeugd van nu? Nee, wat we eigenlijk doen is dat we echt de originele dramaturgie aanhouden. Dus we gaan juist met die moeilijke namen en het speelt zich niet in het hier en nu af, maar juist toen. Maar we moderniseren wel de taal en de vormgeving. En we zetten er altijd iets in. Bijvoorbeeld Antigone gaat heel erg over een strijd tussen een koning die de macht wil hebben. En dat lichten we dan uit, want dat herkennen ze heel erg. Dat ze continu tegen een soort autoriteit van hun ouders aanlopen. Docenten die zeggen, zo willen wij het ook. En we dagen ze uit tot interacties, mogen heel veel reageren. En op het einde, op een gegeven moment, is er een soort... Bij ons dan een gevecht tussen de koning en tussen Antigone. En dan staan ze echt bijna op stoelen te schreeuwen. Want er wordt er gespuugd en geslagen. En ze, ja, meer, slader. Je helpt ze in het oefenen van het ontwikkelen van een mening. Ja, heel erg. En het is helemaal niet moralistisch. We gaan geen vinger wijzen. Vind maar lekker wat je vindt. Ja. Precies. Dus we hebben ook niet per se heel erg een educatief doel. We willen gewoon echt laten zien hoe leuk theater is. Dus, want je vroeg net naar de reacties. En ja, voor ons is het grootste compliment als ze... Als jongeren achteraf zeggen, ja, het was eigenlijk helemaal niet doodsaai. Maar dat is toch dan een educatief? Nou, dat is misschien een bijproduct dan. Misschien is het niet je doel. Maar als je die jongeren kan aansporen om te denken, ja, precies. Ja. Zeker van die jongeren die met een capuchon op zo in de zaal zitten. Exact. En dan na afloop, mevrouw, het was een 10. Nou ja, dan ben ik wel heel blij. Die 12-jarigen die vinden het nog wel cool misschien. Maar die 16-jarigen moet je wel even over een trekken. Ja, dat is helemaal weer. Voordat die capuchon voordat die afgaat. Maar het lukt. Het lukt door het hele land. Dus dat is echt heel tof. Nou, wat gek. Mijn dochter heeft nu ook thuisonderwijs en die moest voor haar theaterles op school. Allang blij dat ze dat heeft. Ja. De balkonscène van Romeo en Juliet lezen. Nou, ik heb Engels gestudeerd, notabene. Maar dus ik weer met haar helemaal. En toen dacht ik, potverdomme, het is ook echt briljant gemaakt. Leuk dat dat terug is. Ja. Maar jongens, je zei het zelf al, nu even niet. Nee. Wat doen jullie nu? Wat betekent dit voor jullie? Nou, het is de afgelopen 2 maanden is het echt met ups en downs gegaan. Want het was even... leek ons gezelschap echt op instorten te staan. Dus toen dachten we, ja, wat moeten we gaan doen nu om de zomer te overleven? En dan was er weer een plan en dan was er weer een nieuwe maatregel. En dan viel dat plan weer in duigen. En dan was er weer een nieuw concept en dan viel dat weer in duigen. En nu hebben we een manier bedacht om de zomer toch door te komen. Vertel. We gaan de klassiekers maken op 1,5 meter afstand. Ja, dus we gaan wat we normaal echt voor jongeren doen, gaan we nu voor 18+ doen. Omdat het concept werkt heel erg met het publiek betrekken. En dat wil je nu ook, omdat je samen wil gaan onderzoeken. Is de balkonscène... Nou, balkonscène kan... Ja, die zou heel goed kunnen uitgelezen. Precies, maar ja, hoe ga je... dankjewel. We gaan toevallig Romeo en Julia maken. Nou, doe lekker dat balkon is veilig. Ja, maar hoe ga je moorden? Hoe ga je zoenen? Hoe ga je dicht bij elkaar komen? Ga je dezelfde spanning kunnen houden als je op 1,5 meter moet werken? En we hebben bedacht dat we dat deze zomer gaan onderzoeken samen met het publiek. En we hadden hoe dat werkt. Ja. We hadden een heel klein beetje subsidie voor een hele grote zomerproductie die we zouden maken. Nou, heel veel fondsen hebben gezegd, hou het maar. Maar dat is lang niet genoeg. Dus we zijn een voor de kunst actie gestart. En dat is zo goed gegaan. We hebben eigen crowdsurfing. Ja, we hebben binnen 1,5 week al 6.000 euro opgehaald. Wow. Omdat alle mensen door het hele land roepen, ja, wat zij doen voor jongeren, dat moet blijven bestaan. Wat fijn. Dus dat kunnen we nu gaan doen. Moet dat goed voelen. Ja. Dus als je dat die cash nodig hebt. Maar steun om te blijven vechten om dingen te maken. Ja, is echt overweldigend. Ja, wat fijn zeg voor jullie. Ja. En nog heel even terug, want ik vind het fascinerend. Daar heb je vast al wel een paar ideeën bij. Zoenen,
op 1,5 meter. Hoe ga je dat? Bij Romeo en Julia, ga ik dan alvast verklappen, ga ik met stijgers werken. Zodat we niet alleen op afstand zo, maar we staan dan ook op 1,5 meter zo afstand. Waardoor we weer dichter bij het publiek mogen komen. En daar kan je dus heel veel mee doen. En er zijn hele toffe spatschermen die je nu kan gebruiken. En mondkapjes. En dus zo gaan we allemaal kijken wat er wel mogelijk is. Ah, wat vet, jongens. Wat vet. Dat en plexiglas. Dus, maar dat wordt meteen, want ik was het aan het bedenken. En ik dacht, dit zijn meteen hele vette toneelbeelden. Dit moeten we ook meenemen als het wel weer... Idee dat jullie na de initiële shock en de frustratie en het verdriet... en weet ik veel allemaal, al zo snel in oplossingen kunnen denken. Nou, ja. Zijn jullie natuurlijk creatieve mensen, want anders maak je al die voorstellingen niet. Maar, het moet. We vieren 27 juli ons 10-jarig bestaan. En we zijn zo gegroeid de afgelopen jaren... dat als we nu een half jaar onzichtbaar blijven voor ons publiek, dan zijn we weg. Ja. Dus, en ik heb me zo ongelukkig gevoeld de afgelopen 2,5 maand... dat we niks konden doen, dat ik zo blij ben. En al mijn acteurs, iedereen staat te springen om weer te gaan. Wauw. Ja. Ja. Wat een goed verhaal. Waar hebben jullie het meeste behoefte aan? We zijn natuurlijk allemaal omdat we steun nodig hebben. Omdat we niet... Ja, natuurlijk hebben we die cash nodig, maar ook gewoon de emotionele steun. Nou, dit is een belangrijke sector. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat we merken nu eigenlijk... omdat wij nu met een initiatief komen wat eigenlijk niet zoveel gebeurt... dat we nu eindelijk aandacht van de pers krijgen. En het blijft een ding dat als kleiner gezelschap, ook als je goed meedraait... ook als je best wel een groot publieksbereik hebt... dat toch Theaterkrant bijvoorbeeld eerder schrijft over het Nationaal Toneel dan over ons. Terwijl wij hebben juist nu zo die aandacht... en de PR nodig, zodat mensen ook ons gaan zien. En, en dat wij ook gedeeld worden. En we hebben een hele grote achterban die ons op social media en zo delen. Maar een stukje aandacht, dat is wat we nodig hebben. Zodat mensen ook gaan zien wat wij maken. Ja. En ook dat wij een beetje binnen de regelingen gaan vallen die nu getroffen worden. Want als klein gezelschap, we worden gesubsidieerd. Maar bij de gemeente op jaarbasis, bij de gemeente Rotterdam. En verder zijn het allemaal projectsubsidies. Dus we vallen... Ja, we vissen overal buiten. Ja. Naast het net. En dat is wel echt... Frustrerend. Ja, het is frustrerend. Ja. Nou, jongens, mag ik jullie bedanken voor je enorm inspirerende verhaal. Nou, dank je. Echt geweldig. Ik wens jullie een fantastische zomer op 1,5 meter. Hoe dan ook. Ja, dank je wel. Ga ze door. Ja. Jullie gaan tekenen. Ja. Namens hoeveel mensen gaan jullie dat doen? Wij tekenen namens 75 mensen. Wauw. Ja, dus onze freelancers voor ons gezelschap, acteurs, technici, nou ja, noem maar op. En 40 leerlingen van onze theaterschool, die hebben we ook nog. Ja, geweldig. Ja. Die tellen we er allemaal bij. Yes. Dank jullie wel. Graag top gedaan. Verhaal. Dank je wel. Succes. Dankjewel.